Dit is eigenlijk het eenvoudige begin van de start van de duurzaamheidscommissie van de radiologie. Enige tijd geleden viel mij op dat bij oppervlakkige puncties die wij doen, biopten van weefsel, dat we daar naalden gebruiken waar meer naalden in zitten dan we eigenlijk nodig hebben. Wat we nodig hebben is een enkele naald waarmee we biopten afnemen. Dit zijn twee naalden die kunnen gebruikt worden voor als steunnaald, als je dieper moet prikken. Dan kun je via die steunnaald kun je een biopte afnemen. Maar voor de meeste biopten hebben we dat niet nodig. Het is extra materiaal, het moet extra ingepakt worden, het moet speciaal vernietigd worden. Dus het lijkt mij handiger om een naald te hebben die zonder die steunnaalden verkrijgbaar is. Als je dat laat zien, is een dikkere naald, maar eigenlijk zou dezezelfde naald op deze manier enkel verpakt zijn. Het scheelt verpakkingsmateriaal, het scheelt voor het milieu.